Daar staan ze al klaar. Zo'n 40 mensen die meegaan met de uitwisseling tussen Kuik en Pseerof. Een stedenband die al heel lang bestaat en nu voor de laatste keer op deze manier gehouden wordt. Ik heb hier bij me de heer Sjaak Beelen. Nou, ik heb al meteen een vraag. Wat staat hier? Daar staat in het Tsjechisch station bus. Ik heb het net moeten vragen aan Connie, want ik wist het zelf ook niet. Die Tsjechen die hebben dat bord meegenomen toen ze naar Kuik kwamen, omdat ze dat wel geinig vonden. Frans heet natuurlijk met zijn achternaam bus. En station bus, dat geldt hier nou eigenlijk ook prachtig voor Café Spinners. Het is het vertrekpunt van onze buitenlandse reis naar Zeeland. Ali Strik. Hier links met de camera, die maakt een reportage van de reis. Als er nou mensen zijn die liever niet in beeld komen, dat kan, met betrekking tot de wet op de privacy, dan graag uit het beeld lopen of het kenbaar maken aan Ali, dat Ali weet wie dat het zijn. Het inladen van de instrumenten van het dweilorkest Mooi Zat is natuurlijk een hele onderneming. Want het is wel de bedoeling dat die instrumenten allemaal heel aankomen in Tsjechië. Ja, wat is dit nou? Tegen de tafel zit een stoel. Dat meen je toch niet, hè? Tegen de tafel. Ja. Daar zijn we dan. De donderdag, 10 uur, precies volgens tijd. Het welkomstcomité staat al klaar. En ja hoor. Daar komt de bus aan. Dan hoop ik dat jullie een fantastische tijd hebben hier. Nee, maar we hebben een leuk weekend van. Lang leven de visclub. Hoera. 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 Dit is mijn kamergenoot. Voor deze Hallo. Dagen. Hoi, Britta. Frans wordt geïnterviewd door de lokale pers. We zijn hier in de studio van de plaatselijke tv-ploeg, TV Tsjerov. En een van de technici die laat mij graag even zien hoe het er hier allemaal uitziet en hoe het er aan toe gaat. Dit is bijvoorbeeld de geluidsdichte studio. Waar hij de berichten voorleest. Nu hebben ze hier ook een hele mooie nieuwsdesk. Daar gaan we ook even naartoe. Dat is een nieuwe serial, wat onze TV voorbereid heeft.
We zijn nu aangekomen bij het museum. Frans, kun je iets vertellen over het beeld wat geschonken is door Kuik? Ja, dat kan ik. Wat is de betekenis? Wat stelt het voor? Nou, de merletter van Kuik zit erin. Hè? En die stijlen en zo. En die ring, dat is weer van de zoemer, van Tjerov, die horens. Ja. En die is geschonken door Kuik, omdat wij van Tjerov een klok gekregen hebben. Die in het gemeentehuis hangt. Ja. Ik had ooit verteld dat ze in de oorlog onze kerkklokken gestolen hadden. En toen dachten we dat wij geen kerkklokken hadden. En toen kwamen we hier trouwens zo'n klok maken. Maar dat kon niet worden. En uiteindelijk kwam mijn klok van 65 centimeter. En die heb ik later meegenomen toen ik klaar was van hieraf naar Nederland. En die hangt nog in het gemeentehuis. Ja. Bij de raadzaal. Ja. Is het een park wat veel bezocht wordt door mensen? Ja, heel veel. In zomernacht sowieso. Het park Michalov. Daar staat ook een kiosk waar. Er wordt heel vaak muziek gemaakt. En ook een restaurant, goed restaurant. Ah, dit is hier goed toe in de zomerdag. Het is schitterend wat ze doen met bloemen, dat kun je daar zien. Het is echt fantastisch. Ja. Ja. En ja, hier lopen de eekhoorntjes nou voor de voeten. Kijk. Ja. Nou, dit is een boom die wij geplant hebben in 2004, als klein boompje. En in een groeiende vriendschap. Ja. Als je nou kijkt, ik denk dat die nu is, dan is het aardig gegroeid. Maar ook de vriendschap tussen Kuik en Tjerov is aardig gegroeid. Dus dat gaat mooi met elkaar op en aan. Kijk. En ja, het is toch leuk om dus zulke dingen te doen. Ja. Want we hadden eigenlijk gepland om een laan te maken. Maar dat was toch een beetje te kostbaar om al die bomen van Nederland af hier naartoe te krijgen. Dus hebben we deze boom meegekregen. Ja. Oké, want deze boom komt echt uit Nederland. Ja, die hebben we meegebracht van Ebbe uit Kuik. Kijk. Ja. Zojuist gearriveerd met de trein, waarnemend burgemeester Hillenaar met zijn vrouw. En zij gaan samen met Frans Bus op visite bij de burgemeester van Tjerov. En hebben een heel leuk geschenk meegebracht. I'm going to offer it to you as mayor of Tjerov. And it is representing, of course, the twinning we've had all these years, thanks to Frans. And I will have another one for the Stiftung, for the foundation, but that's coming tomorrow. Yeah, wow, that is mooi. Thank you.
Hans is een van de mensen, sterker nog, voorzitter van deze prachtige bende Mooi Zat. Het dweilorkest wat al heel wat muzikale noten hier heeft gestrooid in de straten. Els, nou, Mooi Zat, vertel eens, wat is het precies? Nou, Mooi Zat is een hartstikke leuke dweilorkestje, wat je hier achter ons ziet. Alle instrumenten zijn vertegenwoordigd. Ja, jullie mogen gewoon doorkletsen hoor. Ja, dus nou gaan ze naar mij zitten luisteren. Of dat ik het dan maar goed vertel. Wij zijn een clubje die bijna 25 jaar geleden zijn opgericht. En inmiddels tellen we zo'n 24 leden. En momenteel zijn er, ik kijk er 17 mee. Een paar komen helaas niet mee door COVID. En die balen nou als een stekker thuis, dat snap je wel. En bijna alle instrumenten zijn vertegenwoordigd. Maar het meeste gaat is de lol die we beleven in het muziek maken. En ook als groep zijn we, vind ik, en zeker dit weekend heeft het versterkt, de verbondenheid met elkaar. Leuk om te zien hoe mensen reageren. Hè? Ja, iedereen staat stil en begint meteen mee te klappen en te kijken. Gisteren zelfs in een winkelcentrum dat ze stonden te dansen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, we worden hier door de mensen heel erg gewaardeerd. Ja zeker. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan en succes jullie met Omroep de Valenweg. En we laten de andere mensen zichzelf ook even voorstellen. Gerard, waarom ben je mee naar Prerov? Nou, ik ben uitgenodigd omdat ik een paar keer gasten uit Prerov heb onderdak verleend. Wij zijn hier op uitnodiging van de stichting Kijk Prerov. En we hebben ook leuke contacten met Volkswagen van vroeger. Dus. Theo de Crosse. En ik ben uitgenodigd omdat wij in het verleden verschillende gasten thuis hebben ontvangen. Vanuit Tsjechië, als Tsjechië in Kuik kwam. Jeffrey Pinsel, Kuik. En op dit moment ben ik dan zogenaamd reisleider. Ja. Daily. En ik ben Max. Kijk, twee chauffeurs die ons veilig heen en weer brengen. Jacqueline Vrouwenhoven. En Jacqueline, waarom ben jij mee deze keer? Van het kant Klossen, van het Maaskantje uit Kuik. Ellie Strik, jij bent ook mee op uitwisseling naar Tsjechië. Heb jij kennis gemaakt met een zusterorganisatie hier? Ja, zeker. Ja, ik ben voor Wijk TV de Valuwe op pad deze keer. Gerry, hij is er dan. Gerry, jij bent een van de mensen die connecties heeft met de dartclub. Dat klopt inderdaad, ja. Scouting Kuik en maar liefst met z'n vieren, want jij bent... Anton. En dan hebben we... Hoi Frank. De fotograaf van het stel. Julian. En... Martijn. Socium. Nou, stel je even voor alsjeblieft. Hallo, ik ben Peter van Zanten. Jij bent... Ik ben Ellie van de Week. En aan deze kant... Ik ben Mia Huygens. Hallo. Mooi Zat gaat ook op uitwisseling. Zij zijn bij het jeugdorkest. Leden van Mooi Zat worden gekoppeld aan de leden van het jeugdorkest met hetzelfde instrument en houden zo gezamenlijk een repetitie. Dan is er nog voor iedereen een presentje van Mooi Zat. Thank you.
Zaterdag 15 oktober, de laatste volle dag dat we hier zijn in Pterof. Wat het allemaal gaat brengen, we zullen het zien. We beginnen in ieder geval met een heerlijk ontbijt. Hier zijn we aangekomen bij het kasteel van Tovatjov. Kijk, TV De Valo is ook aanwezig. En ik heb een kleinigheidje meegebracht uit het land van Kuik. Met ook een boek. Foto's uit alle 33 dorpen in het land van Kuik. Ja. Hij is goed. Frans, we zijn bij een prachtig kasteel. We hebben zojuist de burgemeester ontmoet, begreep ik. Maar waar zijn we precies? We zijn hier in Tovatjov. Dat is een dorpje wat ongeveer 20 kilometer van Pseerop af ligt, waar wij dus gehuisvest zijn. Het kasteel is van 1600, precies weet ik het niet, 70 dacht ik. En dit is in bezit sinds 4 jaar van deze stad, deze gemeente. Voor hun is het een groot probleem, ze moeten het onderhouden, het kost veel geld, maar het is een prachtig kasteel, zoals je kunt zien. Het is ja, heel oud. Ja. De burgemeester heeft zojuist de burgemeester en ons allen ontvangen. Zijn jullie hier al vaker geweest als delegatie van Kuik Pseerof? Ja, bijna iedere keer als wij met een uitwisseling in Pseerof komen, komen we eigenlijk altijd hier. Ja. Dus de burgemeester die kent ons onmiddellijk. Nou, we zijn nu in Tovatjov, waar we net in het kasteel waren. We zijn nu naar de visvijver gegaan. Dan laten ze het water uitlopen, dan komen de vissen naar het diepste punt, die scheppen ze uit. Die worden in andere kweekbakken gezet, zodat die een beetje ververst. En dit is voor hun, voor kerstmis. Kerstmis wordt hier heel veel karper gegeten. Dus eigenlijk met kerstmis het hoofdvoedsel. Oké, dus dit is een echte karpervijver? Dit is een echte karpervijver. Die is speciaal aangelegd ervoor? Ja, er zijn allemaal aangelegde vijvers. Er zijn hier heel veel. Maar dit is wel een van de grootste. Ja, en het is een heel festijn hieromheen, hè? Want het is niet alleen vissen vangen, zie ik. Nee, er is een hele braderie van omheen, daar staat daar de kermis bij. En dat is, ik denk het hele weekend, ik weet niet precies hoe lang dat duurt. Ik kom eigenlijk alleen zaterdag mee. Ja. Ja, hoe zit dat? Het lijkt wel of ze hier gebakken uit het water komen. Neem even het voedsel in. Gewoon even chimie. Daar komen ze weer aan. Ja, daar gaan ze. En hier weer één. Deze wordt verkocht nu. Wat is het procent voor jullie Uribar? Wordt gewogen. Het is nu nog een levende vis. Sommige mensen nemen ze levend mee naar huis, sommige mensen niet. Deze gaat niet levend mee naar huis. Záznaky žádný nedoufá, zahrát pořádnej šlapák je mojí dávnou touhou. Valčík zásadně netarčí, za to rád poslouchám, jak nádherně můj těžký šlapák zní.
Dank u wel, meneer. Frans, kun je ons vertellen waar we nu zijn? We zijn hier in de stad Zeerof in Meskidoem. Meskidoem is stadhuis. Ja. Er zit een theaterzaal, er zit een restaurant in, er zitten heel veel mogelijkheden hier. En dit is heel oud, daarboven staat het, ik kan het zo nu lezen. Moment. 1891. Van 1891. Ja. En dat is voor 20 jaar terug, 25 jaar terug, is helemaal gerenoveerd. En toen ben ik daar als mede-eigenaar ingestapt. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan, toen ben ik er weer uitgestapt. Aha. Vandaar dat we toch nog vaak hier komen. Ja. En dit is nog wel echt in bedrijf? Wat gebeurt hier zoal? Ja, want dadelijk gaan ze hier dansen. Dus, een danswedstrijd schijnbaar is hier. Maar volgende week is een groot internationaal jazzfestival hier. Zo hebben ze heel veel activiteiten in deze zaal. En ook beneden in het restaurant. Zo momenteel is het restaurant dicht. Er is geen uitwater voor. Ook tevens zit hier onder nog een Holland Club aan. Dat is een soort nachtclub. Ja, dus echt wel een beroemde plek midden centraal in de stad. Een beroemde plek in de stad, ja. En vandaag is er in deze prachtige club een officiële danswedstrijd. Dus iedereen is prachtig gekleed hier. We zijn aangekomen op de laatste avond van de uitwisseling Kuik-Pseerof 2022. Er worden nog wat geschenken uitgewisseld. Er wordt een feestavond gehouden. En speciaal, Frans Bus wordt in het zonnetje gezet. Als dank voor al die jaren dat hij voorzitter was van de stichting Kuik-Pseerof, heel veel reizen heeft georganiseerd, wordt hij nu nog even feestelijk door heel veel mensen bedankt. Stichting in Pseerof Kuik möchte ich noch gerne ein kleines Cadeau geben. Wo haben wir das? Es ist eine schöne neue Flagge. Ja, neue Flagge. Okay. Ja, und das dritte, das dritte, Dankeschön. Ich hab das Lachen. Oh ja. Ja, machen wir jetzt mal zusammen. Das heutige Land von Kuik und Preerof bleiben miteinander verbunden. Ich darf sagen, Dank an Franz. Und deshalb, Franz, möchte ich Ihnen im Namen unserer Gemeinde noch ein Zeichen der Anerkennung geben. Ja. Dankeschön. Und Franz, kann ich dir, das ist fast unmöglich, was ich jetzt machen würde, aber ich habe die allerletzte Merlette von der zumaligen Gemeinde Kuik gefunden und den kann ich dich auch mal aufnehmen. Ja. En na al deze officiële aangelegenheden is het ook nog even tijd voor wat gekkigheid. Frans heeft veel dingen georganiseerd, maar ook wel eens bijvoorbeeld een slaapfeestje.
Nou, daar weten deze dames alles van. Maar dit alles heb ik niet alleen gedaan. En twee zijn er hier die in het begin van die stichting, en dat is Gerry Heisterman en Britta Kool. Die hebben mij bijgestaan in de tijd van het begin van die hebben meer geholpen. Gerry Heisterman en Britta Kool hebben meer geholpen bij aanvang van naar Duitsland. Nu zijn ze hier. Ik ben zeer voor, ze worden mitvaren. Want alle anderen kunnen niet metvaren, maar ik dank u dat wat we jetzt hebben hier. Familie, die mij immer de tijd gegeven had weggevaren van Holland naar hier. En dat was te organiseren met die mensen in Tsjechië. Dat is ook, mijn zoon Jan is jetzt hier. Nou, mooi hè? Frans, de laatste ochtend van de laatste reis op deze manier. Hoe heb jij het ervaren? Nou, het was gisteren natuurlijk geweldig. Het afscheidavond, zeg maar, van de uitwisseling, van de laatste uitwisseling in een reeks van velen. Ja. Ook dat ik dus gezegd heb, ik stop als voorzitter van die stichting. Ik blijf bij die stichting, maar als voorzitter stop ik ermee. Het was ja, een geweldige avond. En dan komen we vanmorgen hier in totaal en iedereen zit er weer fris en vrolijk bij. Ze zijn klaar, ze zijn de bus in de laaien. Dus zometeen kunnen ze de terugreis aan Waarden naar Nederland. Ja, jij gaat niet mee met de bus, je blijft nog even hier? Ja, ik blijf sowieso hier tot woensdag. Ik denk wel dat we woensdag naar huis gaan, maar dat weet ik ook nooit zeker. Nee. Maar nog wel even nagenieten van die laatste mooie reis en een fantastisch afscheidsfeest wat je had gisteren. Ja, dat was inderdaad fantastisch. Ja, ja. Ja. Dat had ik niet verwacht. Het is buiten verwachting. Ik wist wel dat er van alles zou gebeuren, maar dat ik de slaapmuts ook moest en de pyjama aan, daar had ik niet meer over nagedacht. Nee, daar ga je van tevoren niet vanuit, hè? Nee. Maar het was wel mooi. Nou, een waardig afscheid. Van, een waardig afscheid, inderdaad. Van al die jaren dat je zo'n mooi werk hebt verricht. Ja, inderdaad. Nou, ook nou, van de gemeente Kuikhuis. Ik vond het geweldig wat de burgemeester vertelde, wat die de laatste Merlet op mijn afspraak, dat vind ik dan wel apart. Ja, dat is het. Nou, namens iedereen Frans, heel erg bedankt. Graag gedaan. Kijk, en ook burgemeester Hillenaar en mevrouw Rianne Hillenaar komen ons uitzwaaien. De laatste reis op deze manier, hoe heeft u het ervaren nog deze paar dagen? Nou, het was hartstikke gezellig met deze groep 2-3 dagen op pad te mogen zijn in Prerov. We zijn ook vorstelijk ontvangen, hebben het heel gezellig gehad. Ja, en ze met vermoeide oogjes en ik denk dadelijk stil in de bus gaat het weer huiswaarts. Ik ga weer richting Kuik. Ja. De laatste keer op deze manier, hoe het verder gaat, we zullen het zien. We wachten het af, maar volgens mij ligt er een warme vriendschapsband met deze groep mensen. Dus dat komt vast goed. Maar... Dank jullie wel. Mensen van Mooi Zat! Yay! Jullie zijn deze keer bijna onherkenbaar omdat jullie niet hetzelfde gekleed zijn. Maar gelukkig herkennen we jullie stemmen nog. Hoe hebben jullie het ervaren, gewoon zo in één woord? Fantastisch. Was het de moeite waard om mee te gaan? Drie keer zwaarder, drie dubbel, hoe moet ik het zeggen?
was gewoon geweldig. Het was heerlijk genoeg. Kijk. Huh? Ik werd een beetje emotioneel ervan. Ja. Teun. En dat geeft niet. Maar, ik kan dat niet volhouden. Ik trek Bartse gewoon een traan uit. Ja, nou ja. Zo super genoten. Ja, wij doen aan emotie-tv hier ook. Dus, dat kan. En dan moet ik naar huis. Ik zie nou net van 5 minuten van de wereld in Bochtje. Ach, de club, die heb je weer gemist. Ik zie het nou pas. Mensen, jullie hadden een geweldig repertoire. 20 nummers. We hebben ze, ik denk, allemaal 100 keer gehoord, zo ongeveer. Zelfs wij kennen ze nu van buiten. Vanaf nu, wat gaan jullie nu doen? Nou, gaan we uitrusten in de bus en dan gaan we dinsdag weer repeteren. Kijk. Evalueren, repeteren en weer opnieuw gaan spelen. Nou, dank jullie wel namens iedereen, denk ik. En dit was het dan. Het verslag dat Wijk TV de Veluwe voor u heeft gemaakt van een prachtige reis, een uitwisselingsreis van Kuik op Zeerof. Wilt u de extra lange aflevering zien? Kijk dan op de Facebookpagina van Wijk TV de Veluwe of kijk via YouTube. Zondag 16 oktober, precies 10 uur, zijn we weer gearriveerd in Kuik. Iedereen is weer heel en veilig teruggekomen. Met mooie herinneringen, leuke contacten van deze reis Kuik-Zeerof.